Welkom bij de nieuwe vlog. Het is zondagochtend, het is heerlijk weer, 22 graden, een klein windje, perfect om in de tuin te werken. Even bijpraten naar de vorige vlog. We hebben toen gezien dat het tuinhuis half afgeschilderd was. Ik was met de achterkant bezig, de vijver was half leeg omdat het water troebel was. En Koen was het randje van de vijver aan het knippen. Dat is hij nu weer aan het doen, want het is inmiddels zeker 10 centimeter gegroeid. Kippen namen een zandbadje, dat zijn ze nu ook weer aan het doen omdat het lekker weer is. Kortom, de vlog is in de tuin. We laten je zien hoe het nu is met de vijver. Die is mooi vol. Er is ook een klein bordertje in de vijver aangelegd. De schuur is klaar. We hebben lupines, oftewel vingerhoedskruid, dat weet ik nog nooit zo precies. Straks zal ik even opzoeken achter de tuin. Staat mooi in bloei. Kortom, we laten je alles zien in en om de tuin. En daarna gaan we naar Hilversum om al jullie vragen te beantwoorden over het ontbijtnieuws die jullie gesteld hebben. Je zag net al de lelies die inmiddels in bloei staan. Er is 20.000 liter water uitgegaan en weer 20.000 liter water in. Allemaal gefilterd en hij is weer kraakhelder. En het leuke is dat we nu, dat vond Koen heel erg leuk, ook een kleine border in de vijver hebben. Van mooie stukjes riet die dan nog moeten gaan groeien en in bloei moeten komen. Maar het staat nu al prachtig. Stenen ertussen. Het plaatje is compleet. En het leuke is dat in het bos alles vanzelf groeit. Vorig jaar heeft Koen wat zaadjes gestrooid van de lupine of het vingerhoedskruid. Wij weten dat nooit zo precies. Daar zal wel weer op gereageerd worden. En kijk eens, prachtig in bloei. Jan Wolkers zou zeggen, het is de natuur. En dan natuurlijk mijn eigen kunstwerk, het tuinhuis. Het verhaal ken je van de vorige keer. Het zat eerst in een verkeerde kleur, een beetje oranje. Helemaal geschuurd, heeft weken geduurd en uiteindelijk opnieuw geschilderd. En ja, niet om op te scheppen met mijn twee linkerhanden, maar door mij gedaan. En de achterkant is ook prachtig geworden. Oh, kijk eens. Oh, broodje kip. Ja, en ik heb het net zien klaarmaken. Er zit kip op, met dan een beetje gekruibelde kip, zou ik maar zeggen. Pulled pork heet dat tegenwoordig. En er zit avocado op, er zit een blaadje sla op. Er zit saus op, kortom, tijd voor een broodje. Ja, dan moeten ook de mindere karweitjes gebeuren, zoals het wieden van het onkruid in de perkjes en het bijknippen van de randjes en het domme werk is altijd voor mij in dit huis. Gekleed als Mrs. Marple uit een Agatha Christie roman, in combinatie met een larf, zo zie ik er ongeveer uit, aan de slag. Een van de nadelen als je in het bos woont is dat er bomen zijn en dat daar dingen uitvallen. En als je dan een rode auto hebt met een zwart dak, dan komt daar een enorme laag stof op. En omdat het zo lekker weer is, dacht ik, kan mij het schelen, ik ga hem zelf wassen. Zo. Even droog maken en dan glimt mijn Koreaanse vriendje weer als nieuw. Tot over een half uur, want dan is er weer alles uit de boom gevallen en is hij weer stoffig. En dan ga ik weer aan de slag. Kan mij het schelen. Goedemorgen allemaal, het is 4:15. Ik ben op de redactie van het RTL Ontbijtnieuws en ik ga straks jullie vragen beantwoorden die via Twitter gesteld zijn. Janneke achter mij gaat straks uitleggen hoe het met de eindredactie zit. We praten met William, we laten je de mokken zien, we laten zien hoe de camera's werken, de autocue, kortom, de vlog is er live. De vragen van de mensen thuis via Twitter. Dit is Janneke, een van de eindredacteuren van het Ontbijtnieuws en Saskia heeft gevraagd, terwijl Steve hier op zijn knieën, wat doe je Steve? Langsloopt. Of ik nou zelf de onderwerpen in het ontbijtnieuws bepaal. Dat zou kunnen. Als ik hier ook om 2:30 zou zijn, dan zou ik mee mogen praten. Ja, maar daar ben je niet. Daar ben ik niet. Nee. Er is post voor je binnengekomen. Gaat op weg. Gelach. Ik kan het niet werken, hoor. We zouden het serieus doen. Janneke, hoe werkt dat in een paar zinnen? In een paar zinnen. Nou, de eerste komt om 2:30 binnen. Ja. En diegene die verzamelt al het nieuws. Ja. 4:15 is de rest er ook. Dan is er een voorlopig draaiboekje. Precies. Dat nemen we door. We nemen de onderwerpen door. Ja. En we verdelen de onderwerpen. En dan gaan we aan het werk. Ja. En dan kom ik om 4:45, want ik ben wat ouder. Nou, wat ouder. Behoorlijk wat ouder. En ik moet fris zijn in de uitzending. En dan ga ik de teksten die door de andere mensen geschreven zijn. Want dat was ook een vraag van Elise. Wie schrijft de teksten? Dat zijn de collega's die daar achter het bureau zitten.
Ik bekijk die tekst dan nog een keer en maak het een beetje eigen. Zorg dat het een beetje bekt. Volgende vraag in de vlog van Anton. Wie zijn toch die mensen die je aan het eind steeds noemt van het ontbijtnieuws? Dat zijn mijn geliefde collega's, zoals Steve. Steve? Ja, ook wel. Steven. Ook wel Steven, maar ja, we allemaal namen voor elkaar verzonnen hier. Wat ja, ben je aan het doen? Op dit moment ben ik bezig met het beeldmateriaal over de treinstations. Wat doe je? En de volgende collega, dit is ze. Kom iets dichterbij, gezellig. Geheel met lijnzaad tussen de tanden. Ja, dit is, kijk, ze is een soort van prakje aan het eten. Wat... Nee, glutenvrije crackers. Glutenvrije crackers, dat heb jij niet nodig. Links draaiend ook, of niet? Nee, jij wel. Riri, zeg eens wat, Riri, want dan herken je haar stem. Wat? Oh, ik moet iets zeggen, want dan herken je mijn stem. Maar dan moet ik een beetje serieuzer praten. Nee. Dit is de stem van het ontbijtnieuws. De mooiste stem van het ontbijtnieuws. Met afstand. Riri wordt ook soms aan het eind genoemd. En dit is, die wordt ook soms genoemd aan het eind van de uitzending, Quirijn. Zeker. Ja. Hoe kom je aan de naam Quirijn eigenlijk? Ouders, hè? Oh, ouders hebben Quirijn bedacht. Redacteur, maar soms ook eindredacteur. Ook waar. Ja. Ja. En hoe lang al? 12,5 jaar. 12,5 jaar zijn we al. Geliefde collega's. Dit is Karin, hier achter mij. Goedemorgen. Ja, Karin is de leukste visagiste van allemaal. Nou denk je, dat zegt hij van alle visagistes. Dat is ook zo. Maar het klinkt wel gezellig. Wat doe jij precies, naast dat je me wurgt nu? Zielig, Jan. Ja. Wat zielig. Om te zorgen dat ik de mensen thuis... Daar kom iets dichterbij. Ja, leg even in twee zinnen uit waarom jij de make-up op mijn gezicht smeert. Nou, kijk, om 6:00 AM. Je moet die kant op. Een paar balletjes. Balletjes, heb ik ballen? Ja, een beetje. Ja. Iedereen 's ochtends. Een beetje glim. Een beetje glim. Een beetje shading. Een beetje shading. Een beetje de haren zo meteen leuk. Ja. Dan gaan we mooi in een flitsend kapsel doen. Oh, een flitsend kapsel. Dus Jan gaat helemaal, helemaal tip-top worden. Het haar zit inmiddels in een kuif, flamboyant zou ik het willen noemen. En de vraag die nu opkomt van Ria is, hoe zit dat met die mokken? Want die ga ik nu pakken. Hoe is dat ontstaan? Ik heb ooit per ongeluk een mok in dezelfde kleur als mijn trui op tafel gezet. En dat vonden mensen zo leuk, die gingen daarop reageren, dat ik dacht, dat is een idee. Ik zet iedere dag zo'n mok neer. Inmiddels zijn we in de regie en dit is Wennepen. Pak je moment, Wennepen. Goeiedag. Wordt ook vaak genoemd aan het eind van de show. En Wennepen zorgt dat ik straks hoorbaar ben met dit microfoontje. Dit is Corné. Pak je moment, Goedemorgen. Corné. Goedemorgen. Schitterend gedaan. En jij bent regisseur vandaag. In een paar zinnen, wat doe je precies? Een regisseur zorgt ervoor dat de uitzending technisch perfect verloopt. Ja. Dus dat alle instarts er op tijd zijn en dat alle plaatjes zichtbaar zijn, titels, dat jij zicht en hoorbaar bent. Belangrijk, ja. Wennepen zagen wij al eerder vanmorgen. Zij doet vandaag de beeldtechniek en het geluid. Ja, eigenlijk alle techniek in de regie. Dus ik zorg dat de camera's het goede shot hebben. Ja. En dat... Schitterend aangewezen. Ja, prachtig, hè? Ja. Echt. Ach, dat kan je aan Wennepen overlaten. Jazeker, maar ik doe dit ook al wat langer. Ja. En ik zorg dat Jan de microfoon om heeft, maar ook dat hij open staat. Want anders heeft het niet zo heel veel nut. En dat de camera's niet te donker zijn. Terwijl wij inmiddels aan de cappuccino zitten, 2 zoetjes tegen de klok in gewerveld. Zit ik naast Wiljan, maar die behoeft verder geen introductie uiteraard. Nee. De vraag is, en dan moet ik even kijken wie dat vraagt. Ik pak hem er even bij. Pak hem er even bij. Ja, hoe zeg ik dat? Ik heb geen idee hoe die heet, maar op Twitter is het @hoe zeg ik dat, Wiljan. Die vraagt zich af waarom jij altijd aankomt hollen tijdens het weer. Andere weermannen staan rustig en vrouwen staan rustig in de hoek te wachten tot ze kunnen. Maar jij trekt altijd een sprintje. Ja, dat is de sportiviteit natuurlijk in dat de is plaats. Dat jeugd. Ja, zeker. Is dat jeugd? Nee, we hebben natuurlijk te maken met verkeersinformatie. Ja. En ik wil altijd de allerlaatste files meenemen. Oh, die anderen doen en, dat niet? Dat weet ik niet. Wat een vraag. Hè? Ja. Dat durf ik niet te zeggen. Maar daarnaast is het ook gewoon af en toe wel even lekker. Even een sprintje trekken natuurlijk. En misschien... Voor de adrenaline. Petra vraagt zich af of ik alles uit mijn hoofd doe bij het ontbijtnieuws. Nou echt niet. Kan me niet onthouden. Nee. Daar hebben we de autocue voor. Steve, dit is de autocue in een paar zinnen. Hoe werkt dat? Nou, je kijkt altijd eerst even of de kijkers er zitten natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Even kijken of de mensen thuis. Ze zijn wat hoog vandaag. Of de mensen thuis klaar zitten. Die zitten klaar. En dan ligt hier een platte televisie. Ja, en het is heel erg mooi, want de autocue zit dus hier op zijn kop. Ja, ik weet niet of je daar op kunt filmen. Ja, dat filmen. Kan. Wennepen is, dat redt ze hoor. Kijk. Kijk, er komt dus en dat spiegelt dus in het glas. In het glas daar. En dat zorgt ervoor dat als Jan naar de camera kijkt, daar ondertussen ook de woorden kan zien. En het hoekje hier, wat een interactie vandaag. Kijk eens. Hier zit Steve staan te draaien.
aan dit knopje. En dan hier hebben we een klein monitortje. Het valt niet mee, Wennep en nu op de knieën. Dit zijn twee onderkinnen extra van onderaf. Hier heb je... En dan draai ik dus aan de knop. En dan op het moment dat Jan iets sneller moet, hè, zeggen we altijd, dan ga ik iets sneller draaien. En dan hoor je Jan ook wat sneller praten. Maar we moeten wel zeggen, Jan, op het moment dat het misgaat met de autocue... Heb ik wel teksten liggen daar. Bedoel ik. Ja. En hij weet ook wel veel uit zijn hoofd vaak, hè, dus dat gaat wel. Wat een goede televisie. Ja. Zo, dan sta ik inmiddels lekker op mijn eigen plekje in de studio van het RTL Nieuws. Uiteraard met de bijpassende mok. En achter mij een groen scherm. En Janneke vraagt zich af, hoe werkt dat groene scherm? Tijd voor Corné. Wandel het beeld in van de regie om dat in een paar zinnen uit te leggen. Dit is een groen scherm. Op de televisie zien we een mooi plaatje. Hoe kan dat? Dat klopt. Het beeld van de camera gaat door een computer heen. Door een computer heen. En die computer kan onderscheid maken tussen bijvoorbeeld licht en donker. Ja. Of een kleur ten opzichte van de rest. Hij vult het op die kleur in eigenlijk. En hij vult het op die kleur in. Dus... Ja. Het leuke is, we schakelen nu even. Kijk, daar staan. Schitterend. Zo werkt dat. Het groene scherm in Studio 9. Aan het eind van de vlog dan nog wat van jullie laatste vragen. Onder andere van Joyce, die vraagt, mag je je mening geven in het nieuws? Nee, dat kan niet. Ik ben onafhankelijk nieuwslezer, soms kook ik van binnen, soms ben ik heel blij, soms ben ik heel boos. Maar als het goed is, mag je dat niet zien in beeld. Wij geven van het RTL Nieuws onafhankelijk de informatie door. En de nieuwslezer kan daar uiteindelijk dan niet van afwijken. Dan Martine, wat wordt er nou weer gelachen? Martine, raak je nooit in de stress bij breaking news? Nee, integendeel. Ik vind het juist, voor zover dat leuk is, het is vaak triest nieuws, maar het maakt het wel spannend. En meestal gaat het dan door de adrenaline in het bloed ook wel goed. Herinner ik mij van golfoorlogen van vroeger. Generaals die de studio ingeschoven werden, dat soort zaken. Dat gaat dan bijna altijd goed. Dan vraagt Alex, hoe kom je aan de kleding? Die komt zonder dat ze een vermelding krijgen in beeld. Dus extra vriendelijk van de vrienden van State of Art uit Lichtenvoorde. Alles wat ik aan heb op het ondergoed na, komt daar vandaan. Ik zal niet zeggen waar het ondergoed vandaan komt, want dan maak ik weer reclame voor de HEMA. Dat kan natuurlijk ook niet. Suus, wat doe je als het nieuws je persoonlijk raakt? Dat komt natuurlijk wel eens voor. Dat probeer ik dan een beetje weg te slikken. Ik herinner me Lady Di toen ze overleed. Maar er zijn ook andere vreselijke dingen die we hebben meegemaakt. Zoveel mogelijk wegslikken. Maar als je het een beetje ziet, ja, een nieuwslezer is ook maar een mens. En dan Klaasje. Dat is een opmerking op Twitter, vond ik heel lief. Haar dochter riep in de box altijd, mama Jan. En ze is inmiddels 28. Terug uit de drukte in de regie nu even een persoonlijk momentje. Mijn toekomst bij RTL. Daar hebben we een besluit over genomen in het voorjaar. Ik heb samen met Harm, mijn geliefde baas, afgesproken dat ik nog iets langer het ontbijtnieuws blijf doen. Aan het eind van het jaar teken ik nog voor 2 jaar bij. Tot mijn verjaardag, 18 december 2021, blijf ik het ontbijtnieuws doen. Al ga ik dan wel 3 dagen in de week werken, dus langzaam afbouwen. Leuk voor de mensen die graag naar het ontbijtnieuws kijken. Misschien minder leuk voor mensen die... al lang genoeg van mij hebben, maar dat is wat het is. Ik blijf dus nog wat langer bij RTL tot 18 december 2021. Deze vlog zal er dan ongetwijfeld ook nog zijn. In elk geval binnenkort een nieuwe. Tot dan!